Hallo allemaal, welkom bij aflevering nummer 13 van World of Tilia met Jan. Wat doe jij hier voor de deur? Ga eens opzij. Aflevering 13. En ik heb net even gekeken, 972 abonnees, nog een paar, nog 30. Gaat de goede kant op. Wat ik van plan ben vandaag is om hier deze huisjes wat nuttiger te maken. Iemand de toetsen weer veranderd. Niveau volledig, dat klopt niet, maar maakt niet uit. Want hij staat al gewoon op hard. Lekker die scroll. Dochterlief is er weer eens op geweest. En ja, nou sprint weer. Goed zo. Wat we gaan doen is van dit huisje een brouwerij maken. Van dit huisje maken we een houtopslag en hier maken we een steenopslag, denk ik maar. En dit, ik moet dit nog veranderen, maar ik weet niet of ik dit in klei kan veranderen. Er is iemand die zegt van maak daar klei van, maar ik weet niet of dat kan. Want je zit met die halve blokken. En dit wordt dan, nou, ik weet het nog niet. Ik denk dat ik dit ga doen. Sowieso ga ik vandaag eerst eens even die boel verhuizen. Die brouwerij ga ik hier maken. Ik heb wat brouwerijspulletjes, maar goed, dat is niet genoeg. Wat ik wel kan doen, is dit de zijde streling? Nee. Want dan gaat het bed hier weg. Dat heeft hier niet zo heel veel nut. Ik heb bedden op de goede plekken staan. Nou, kom op. Dit is weg, dan haal ik... Oh, ik had alle palen al weg. Kan deze laatste paal ook weg. Die kan weg. Die mag weg. En hier zit denk ik nog een lamp onder. Ja. Dan moeten we een zwarte wol voor hebben. En dan halen we alles, nou, ik heb het makkelijker zo kunnen doen. Eerst alles weg hier. Ik ga het spul dus even op de juiste plek indelen. En dan ga ik hier mijn brouwerij maken. Ik denk dat ik wat wanden dicht ga maken. Ik moet ergens nog een waterbron hebben waar ik de flesjes mee kan vullen. Nou ja, in elk geval genoeg te doen. En wat ik verder deze aflevering ga doen, weet ik niet. Ik moet even kijken hoe ver ik kom. Zoals ik de vorige aflevering al zei, ik heb een aantal plannen. Er zijn een aantal dingen die ik nog graag wil doen. En één daarvan is dat ding daarachter klaarmaken. Maar dat stel ik iedere keer maar uit, want ik weet nog niet hoe ik dat ga doen. En dus automatisch ook wanneer ik dat ga doen. Geen idee. Eerst die rommel eens even weg. Eerst alles op de juiste plek. Hup, hup. Ik ga eerst die huizen ga ik dus eerst indelen. En dan daarna... want ik zat nog aan wat anders te denken. Ik dacht het net nog. Ik wist al helemaal precies wat ik ging vertellen. Maar nu niet meer. Snot voor 3. Dat is balen. Oh, nou, hebben ze. Dus die huisjes ga ik aanpassen. Wat zou ik nog meer gaan doen? Nou, laten we eerst maar eens even kijken dat we dat spul klaar hebben. Ja. Moeten we deze voor hebben? Hé, Mark. Zo. Die mag dicht. Jij mag mee. Dan ga ik hier al deze kistjes, het zijn kleine kisten, daar ga ik grote kisten van maken. Dan ga ik de rest wegzetten. Even kijken, de kisten. Ik heb toch wel een aantal kisten nodig. Nog meer kobbel. Hoe maakt er ook weer zo'n brouwstandaard? Daar ga ik er ook meer van maken. Oh ja, oh, nou, net zo makkelijk. Hoeveel zou ik er eens maken? 3. Heb ik 10, dat is eerst wel eens genoeg, denk ik. Toch? Nou, laat ik eerst de spul er eens even heen brengen. Ik zit even te denken waar ik de waterbron zal doen. Ik gebruik in principe alleen de benedenverdieping. Denk ik. Ach ja, Jan. Hier. Ik weet nog niet precies hoe ik dat ga doen. Ik denk dat ik die brouwstandaards hier neer ga zetten. Gewoon lekker los. Of zal ik een tafel maken waar ze op staan? Ik weet het eigenlijk niet. Dan kan ik een tafelachtig iets maken. Oh, hij is alweer weg. Dat was van korte duur, Mark. Hup. Nou, eerst maar eens even slapen. Ik zit er ook over te denken om die poort te verhuizen. Ik weet niet of dat makkelijk te realiseren is. Kan ik hiervan ook een trapje maken? Nee, dat is jammer. Dat is balen. Dat is balen. Dan moet ik toch nog maar wat meer van deze hekjes hebben. 10. Ik moet er nog wel even over nadenken hoe ik dit allemaal ga doen. Dit is leuk zo, maar niet leuk genoeg. Ja. 4, 6, 7. Oh. 8. Dan 10. Of 12. Heb ik hem met 10 gemaakt. Dan halen we deze weg. Zo. Hoe kom je even aan, Koe? Nou ja, doe maar. Zo. 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 Dat doen we dan zo. Oh, dan kan ik daar weer mooi in kwijt. Dat komt mooi uit. Nou, gaan we dat zo doen. De kistjes, die zetten we dan zo neerzetten. Even kijken, we moeten een kistje hebben voor glas, voor nerkruid, wat andere ingrediënten. Nou. Als we er meer nodig hebben, dan merken we dat gauw genoeg, denk ik. Ik denk dat we dat zo moeten doen ongeveer. Oh. Kom eens hier. Daar. Ja, laten we dat zo maar doen. Dan ga ik nu eerst de flesjes verhuizen, denk ik. De volle. Hoppa. Even kijken hoor. Die. Even wat overbodig spul weg doen. Dit kan weg. Werkbank nu niet nodig. Kist. En de kist. Oh, wacht even. Die kan ik daar wel neerzetten. Nou, ik heb er ook allemaal spullen in zitten. Nou. Ik zet hem daar wel neer. Toen is een bed. Dat heb ik eerst niet nodig. Nog even wat meer drankjes meenemen. Mooi. De oneindige bron. Dan moet ik nog even een emmertje water extra. Nou. Moet wel goed doen, Jan. Er is echt veel vee bijgekomen. Ik ben er stellig van overtuigd dat het komt door die bucket toestand. Wat zeg jij? Goed. Lege flesjes. Jullie gaan hierin. En... de flesjes water kan ik alvast hierin zetten. Eens. Hoppa. Hippe, hippe, hippe. En hier zat deze al. Oh, deze al in. Nou... is het misschien handig zit ik te denken misschien nee dat wat klaar is dat, nee dat doe ik niet hierin. Daar gaan we andere kisten voor neerzetten. Ingrediënt in. Als het spul wel klaar is, dat doe ik gewoon in kisten die hiervoor staan. Die zet ik in de grond. Dat ga ik doen. Even kijken, kan ik nog meer kwijt? Ja, deze kan ik kwijt. Die zetten we hier neer. Dus ik zet een aantal kisten voor die brouwstand naast. Misschien voor elke brouwstandaard een kist. Dan moet ik er nog 10 hebben. En ik weet ook niet of ik wel zo verschillende drankjes maak. De kisten. Waar hebben ze dan neergelegd? Hé? Zie ik ze niet of zijn ze er niet? Ze zijn er niet. Denk ik. Binnenkort weer eens wat hout gaan hakken. Hier, 8 stuks, dus ook wel goed. Wat moet ik nog meer? Zo, sorry hoor. Ja. Ik kan wel vast wat ingrediënten meenemen. Silverzand. Ik weet niet waarom dat daarin zit. Rotte aardappels. Die doen we straks wel. Silverzand hier. Rotte aardappels daar. De rest zijn toch wel ingrediënten. Ja, dat zijn wel. Goed. Even kijken waar we hem dan het beste, het mooiste neer kunnen zetten. Hup. Hier zat gewoon hout. Hier een boomstammetje. Zo. 1, 2, 3. Oh, 4, 5. Kom maar. Wat goede plankje jakken, Jan. Hup. 6, 7, 8. Mooi. Vuurbestendigheid. Kracht. Oh nee, wacht even. Die had ik. Moet ik het wel goed doen. Krachtpatsen drankjes. De vuurbestendigheid drankjes. Hier doe ik dan maar zo eentje in. Hup. Nou, voor de rest kan ik eigenlijk drankjes maken wat ik wil. Ik ga overal drankjes van maken en ik zie wel. Dit klopt natuurlijk niet. Dit moet dit spul zijn. Denk ik. Laat ik het zo doen. Daarmee kan ik krachtdrankjes maken. Hiermee kan ik vuurbestendigheid maken. Hier moeten de meloentjes in. En de gewone meloentjes. En goudklompjes. Gloeisteen. Volgens mij is dit puur voor de... krachttoestand volgens mij. Redstone. Spinogen. Suiker. Gastranen. Buskruid. Voor de splash. potions. Kijk, dat wordt al heel mooi, hè. Het water. Waar zet ik het water neer? Ik zit te denken, een bed kan er best wel staan. Die zetten we gewoon boven neer. Waarom niet? Moet hij het ook doen? Hij doet het. Dus wel gaaf. Kan ik die waterbron, kan ik hier wel achter maken? Ja. Dat gaan we doen. Hadden we... Nee, natuurlijk hebben we dat bordje niet meegenomen. Lekker handig van je, Jan. Komt ook zo. Dat kan dus niet. Het moet dus echt een bordje zijn. Doen we dat zo dadelijk. Nou, mooi. Maak nog even wat andere bordjes. Lekker glaasje wijn. Lijstjes, daar moeten we er ook wat meer van hebben. Oh, dat komt goed. Echt, ik moet hier wat aan doen. Ik neem wel wat van de spul mee. Of ik genoeg plek heb? Ja, dat dacht ik. Nou, volgens mij is dat alles voor het brouwerijhuisje. Net, oh nee, flesjes. Dan doen we hier een netwerk in. Zo. Ik vind dat zo verrekt handig, hè? Dubbelklik. Een spul zit in één keer erin. Oh, als je... Ik heb er heel lang over gedaan om erachter te komen hoe dit werkt. Je drukt... Even kijken hoor. Okay, wat ik zelf altijd doe, dit is een kistje, er komt alleen maar netwerk in, dus dat zetten we zo vol. Dan pak ik deze en dan ga ik hier op het item staan wat ik in één keer vooruit wil hebben. Dan druk ik de shift in nu. Nou heb ik hem ingedrukt. En dan dubbelklik ik hier op het netterkruid en bam, alles is in één keer die kant op. Ik vind het zo'n fantastisch iets. Heb ik ongeveer heel lang over gedaan om erachter te komen hoe dat werkt. Maar, nou weet ik hoe het werkt en daar ben ik dolgelukkig mee. Kost nog wel wat stokjes dit, hè. Hoppakee. Nou hebben we... Ik denk dat ik ze hierop hang. Voor de ingrediënten. Ik vind die niet mooi staan. Buskruid, of nee, de redstone. Ja, zo doen we dat. Leeg flesje. Redstone kistje, kom maar. Kan er niet eens komen ook, hè? Hup. Hierin, hè? Zullen we er nog even wat meer ophalen? Netherkruid. Hup, 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 hup. Bus. eruit. Hup, hup. Hier een spinoogje in. Gloeiende gloeisteenstof. Meloentje. Doe hier een gewone meloen. Nee, niet een gewone meloen. Hier ben ik ook wel blij mee dat je nu met één tik alleen maar de inhoud van de schilderij weghaalt en niet het, het lijstje zelf, zeg maar. Een schilderij, lijstje. Hoppatee. En een vlammetje. Hoppakee. Dat is mooi. Dan gaan we hier nog lijstjes voor hangen. Ja. Dat gaan we. Die niet. Zullen we in elk geval even de gebruikelijke drankjes doen. Tenminste wat ik veel ga gebruiken. Zo. Dus kracht en dinges, hoe heet dat? Vuurbestendigheid en onmiddellijke genezing. Ja, en voor de rest, hè. Kun je gaan brouwen wat je wil natuurlijk. Hier wil ik dan iets van onzichtbaarheid en... Oh ja, onder water ademhalen. Die moet er ook bij. Tjoe. Dat wordt nog leuk zo. Doe dit anders. Zo. Die was raar. Ja, hier. Klemp jou vol. Boeiend. Eens even kijken wat we nu nog meer kunnen doen. Oh ja, botjes. Ik zal botjes maken. Waarvoor eigenlijk? Oh ja, natuurlijk. Voor mijn bron. Water. Als het goed is kan ik hier dan oneindig flesjes mee vullen. Eens kijken of het werkt. Het werkt fantastisch. Dan vul ik de brouwstandaardje zo. Dan ga ik thuis eerst eens even kijken hoe we glas hebben. En ik had nog meer flesjes volgens mij in mijn spul erin. Ja. Water ademhalen. Daar heb ik natuurlijk de kogelvisjes voor nodig. Oh ja, glas. Huleveule glas. Ik moet binnenkort maar eens even een woestijn gaan afgraven. Zo. Bam. Is dat alles? Nou, dat is op zich ook wel goed. Even hard nadenken hoor. Volgens mij heb ik dan alles. Is mijn brouwerij compleet. Dit vind ik niet, dit vind ik, nee, dit wordt hem niet. Ik ga er iets aanpassen. Ik dacht natuurlijk, die heb ik niet nodig. Ik ga dit anders doen. Ploep. Kom maar. zet ik hier neer. Zo. Hé. Had ik precies alles als schilderijtjes opgehangen. Dat is behalen. Ja, dat gaan we dus ook niet doen. Dat doen we dus nog weer anders. Zo, zo'n ding in de hoek, dat werkt dus niet echt. Ach, en waarom zouden we ook zoveel brouwstandaards hebben? Natuurlijk goed zo. Dan kan ik hier nog wel wat kisten neerzetten. In ieder geval 1. Dan zet ik er daar zo ook nog eentje neer. Hup, hup. Kogelen, visjes en... nou heb ik nog een paar lege flesjes water. Die doen we hierin. En eentje om hier op te hangen. Oh, hier zit twee keer hakken en je hebt gelijk ook het lijstje te pakken. Dat moet niet. Die erin, die erin. Huppakee. Daarin in. Onthoudt hij dat? Dat is grappig. Lege bottles. Hoppakee. Zou hij dat echt onthouden, joh? Goed te koop. Die pakken we op. Pakken we een ander flesje. Hij onthoudt het echt. Grappig. Gaanig. Oké. Nou. Bedankt. Het is klaar. Het is leuk. Denk ik. Vind ik. Ja. Brouwerij. Huppakee. Het valt niet echt op. Dus daar moeten we nog wat anders op bedenken. Dat takkenbosje ook zo zielig staan. Brouwerij. Nou, dat is wel duidelijk, denk ik. Nou, ik vind hem mooi. Ik vind hem geslaagd. Ik vind hem super. Ja, dan zit ik eigenlijk een beetje van, wat ga ik nu doen? Ik ga nu... dingen awkward maken. Ach joh, eentje is genoeg man. Dat is niet zo raar. Eentje. Hij staat alvast klaar. Ik zou daar nog een kist neerzetten en er moet nog een lijstje komen. Oh ja, ik heb een koe doodgemaakt. Kan ik weer een lijstje maken. Huppakee, huppakee, huppakee. Oh, uitje erin. Oh. Waar ging ik de mist in? En nog één. Dit is de pufferfish. Kogelvis. Voor mijn onderwater ademhalingsdingetjes. Mooi. Mooi, mooi, mooi. Mooi, mooi. En dan, daar komt er nog een. En ik heb geen idee wat daarin komt. Dus nog even een kistje neerzetten. En dan gaan we nu... Ik ga er ook van die andere huizen geen opslag maken. Ik heb dat wel gezegd, maar ik ga dat niet doen. Ik heb wel een idee met dat huis. Ik zit even te denken. Ik kan dat huis... Ik weet het ook niet hoor. Ik heb hier van alles. Ik heb hier dingen, maar de opslag wil ik gewoon hier houden. Ik zou een bakkerij kunnen gaan maken. Dat ga ik doen. Ik ga dit allemaal weghalen. De opslag ook van mijn eten en zo. Ja, de volgende wordt een bakkerij. Ik heb ook geen idee hoe ver ik nu ben. Qua tijd. Ik denk dat ik het hierbij laat. Ik weet het eigenlijk wel zeker. Ik laat het hierbij. En de volgende aflevering gaan we een bakkerij maken. Wat dachten jullie daarvan? Het lijkt mij wel een leuk idee. En dan gaan we van deze gaan we de bakkerij maken. Dan zeg ik, heb die deur er niet goed in geplaatst. Hup. Zo erin. Ja, hier gaan we de bakkerij maken. Ik moet deze even leeghalen. Ploppen de plop. Daar is een boel onzin. Die kan weg. Dit kan weg. Dit kan weg. Nou, dat is allemaal troep. Oh, lekker. Ik ga spul zo nog even ophalen. Ja, ook wel net zo makkelijk. Hup. Hup. Ja, dan heb ik die overal weggehaald, maar als dit een bakkerij wordt... Oh ja! Oh, helemaal vergeten. Ik zou hier nog... kijken wat de beste kleur was van de wol om hier neer te leggen. Ik moet dus even mijn commentaren terugkijken. Van toen die aflevering. Oh, jullie hebben daar ook al op geantwoord en ik heb daar nog geen keuze uit gemaakt. De vraag was, voor degene die net inhaken, ik heb hier dus een aantal kleurtjes. En mijn vraag was toen van, wat voor kleur wol is het mooiste om op die lantaarns te leggen? Want hieronder liggen allemaal die jack-o'-lanterns. En dan was mijn vraag, wat voor kleur wol staat hier nou het leukst op? En er zijn dus een heleboel mensen die hebben daar gewoon netjes een antwoord op gegeven. Dat ik heb gezegd van nou, ik ga daar eens even serieus mee aan de slag. Heb ik niet gedaan. Tot mijn grote spijt. En hier gaan we hetzelfde doen als in dat andere huis. Een bedje neerzetten. Hop. Ja. Dus dit gaat mijn bakkerij worden. De volgende aflevering. Ik ga die aflevering even terugkijken. Of terugzoeken. En dan ga ik kijken wat precies jullie commentaar was. Oh, dat vind ik echt erg. Jan, schaam je diep. En dan ga ik kijken wat voor kleur wol jullie het leukste vonden. Wat doe ik nou allemaal? Streaming, hou eens op. Zo, met de handen toetsenbord. Zo, hoppakee. Even voor de screenshot. F2. Dus ik ga die aflevering even terugkijken en ik ga kijken wat jullie het mooiste vonden. Stom voor mij. Goed, voor deze aflevering al van bedankt voor het kijken. Vond je het leuk? Graag een duimpje omhoog, want daar help je me enorm mee. En ben je nog niet geabonneerd, dan abonneer je op dit kanaal. En dan zul je ook op de hoogte gehouden worden van alle nieuwtjes, wat hier allemaal gebeurt. Tot die tijd. Zamasso.